Dag lieve kijkers van Linda TV, ik ben Robin Martens en dit zijn mijn 25 favorieten. Instagram, ja. Oh, ik weet een heel leuk liedje. Van Earth, Wind and Fire, September. Word ik altijd heel blij van. Dancing in September. Dancing in September. Ja. Met mijn zusjes heb ik het heel erg vaak over vroeger en dat is gewoon heel erg leuk. Roze. Missy Elliott. Dat die hele vrouw is gewoon tof. Ik wilde altijd heel graag een inloopkast hebben en die heb ik nu. Want ik heb nog geen kinderen, want anders zou het een kinderkamer worden, maar die heb ik nog niet. Ik hou heel erg van gouden sieraden en ik vind het ook heel leuk om te geven en ook heel erg leuk om te krijgen. Ik doe niet aan drugs. Mijn haar. Mijn haar en mijn ogen. En mijn enorme borsten. Nee, grapje, die heb ik niet. Ik heb een hondje, Simba. Wel best behaard voor een familielid natuurlijk. Als Simba er niet meer is, dan denk ik echt dat het leven even instort. Nou ja, hij kan niet lachen, maar als hij het kon, dan had hij het waarschijnlijk de hele dag door gedaan. Net zoals ik. Idol van Giorgio Armani. Het Ruiterhuis. Dat zie ik als Stricum, waar ik woon. En daar hebben ze heel lekker vegetarisch eten. En lopen er allemaal hondjes rond. En in de zomer ook geitjes. Honey. En Honey is een dansfilm. En dans is natuurlijk sowieso echt mijn ding. En van jongs af aan kijk ik die film echt al bijna elke week. Ik zeg heel vaak kut. En dan denk ik oei. En dan verander ik het in kak. In de ochtend. Ik ben ook een ochtendmens, gelukkig. Ik lig elke ochtend in bad. Met teksten leren. Ja, meestal is het fruit of crackers. Ik vind crackers met avocado heel erg lekker. En dan daaronder zo lekker truffel mayonaise. Helemaal niet goed, maar dat maakt me niet uit. Angelina Jolie. Omdat ik haar gewoon echt mega knap vind. De Hema! Nee, ik koop wel vaak ondergoed bij de Hema, omdat dat gewoon lekker zit. Het is katoen, dus dat zit gewoon fijn daar beneden. Hele lekkere groenten met zalm. Met gebakken zalm in de oven. De winter, en dat heeft te maken met dat het kerst is. Ik ben echt een enorm kerstmens. Ik kan daar 3 maanden van tevoren, kan ik me daarover verheugen en dan ben ik al helemaal gelukkig. Ik ben nu 5 maanden, ja, bijna 5 maanden gestopt met drinken, maar daarvoor was het pina colada. Ja, dat weet ik. Ik ga namelijk naar zijn show toe. Ik vind hem namelijk fantastisch. Dat is Ronald Goedemond. Goedemond met DT. Mijn opa kan het heel goed vertellen en mijn vader, maar ik kan niks onthouden. Ik lach alleen en dan ben ik het weer kwijt. Ik denk dat mijn favoriete talent is dat ik gewoon altijd mezelf blijf. En ik een heel positief, blij mens ben. En ik denk dat ook, dat ook best een talent is. Niet lachen, hè? Oh, ik heb iets verkeerd gedaan. Oh, nee. Yeah.